ben ik ook net 25. Of zij zegt, je rent hem niet weg nou. Godverdomme, je krijgt dadelijk nog meer van niks. Kijk, ik ben de enige die het hier niet doet voor het geld. Alsjeblieft, mevrouw. Dat is gratis. Hoeft u niet te betalen. Nou, ik vraag u maar in. Ja, natuurlijk. Waarom zou jij nou niks krijgen? Alle meisjes zei ik dat boven de 25. En jij zegt, ga je nou weg? Ga je nou weg? Oh nee, kijk mij eens even aan. Dat ga ik nu doen. Let op. Want er gaat hier iets gebeuren, dat heb je misschien nog wel nooit gezien. Er gaat het proberen voor u open, hè? Mevrouw, waar komt u vandaan? Ja, u? Uit Suriname. Uit Suriname, ja, maar waar woont u nu? Ik woon in Amsterdam. In Amsterdam. Oh, wat zult u blij zijn dat u in Amsterdam woont, hè? Ja. Had u mijn mes ooit eerder gezien, of niet? Nee. Nee. Ja, ik kom ook nooit meer in Amsterdam. De reden is, ze zijn zo duur geworden met parkeren hier, dat het er helemaal geen zin meer heeft. Kijk, en nu hebben ze die Femke Halsema nog aangesteld en die deugt ook voor geen 5 cent, hè? Dat is niet te geloven. Ja, maar dat maakt niet uit als ze maar gelukkig is, die Femke, hè? Toch? Dan gaat u weer naar achteren, mevrouw. Dan wacht ik toch tot u bij me komt. Oké. Ja, natuurlijk moet u dat doen. Kom eens een stapje dichterbij. Dank u wel. Dat bedoel ik dus. Kom jullie ook eens hier aan de zijkant staan. Want dan heb ik er wat aan. Dan kan ik contact met u maken. Kijk, als je 2 meter weg staat, dan gaat hij weer. Had wel wat van niks gehad, maar niet. En jij ook niet? Ik wel. Jij wel. Kom eens dichterbij. Alsjeblieft. Zo. Dames en heren, we gaan beginnen. Nou heb ik voor u meegebracht een belletje. Dat als jullie niet opletten, dan gaat het belletje. Weet je waarom ik dat doe? Kijk, dat mes dat u dat wilt hebben, dat is van spreek voor zich. Want dit apparaat, daar kunt u uw hele leven lang plezier van hebben. Er zit alleen 1 kleine voorwaarde aan. U moet ermee werken zoals ik het zeg. Ja, als u lui bent, heb je niks aan het mes. Luie mensen kopen alles geschreven. Kijk, ja, dat is gewoon waar. Kijk, dat mes wat u hier ziet is het allerbeste mes uit Solingen. Dan kunt u alles besnijden. Alleen 1 ding, u moet het wel doen zoals ik het zeg. Er zit een geleider aan. En die kunt u instellen van 0,5 mm tot 3 centimeter. Je draait het schroefje los, schuift de geleider naar rechts en naar links op de dikte. En nou komt het. Voor rauw vlees, spullen uit de diepvries, stokbrood, broodjes, croissant, doet u dat zonder de geleider. Alleen als u de geleider wilt gebruiken, dat kan, dan moet u met het mes gaan snijden. En dat bent u niet gewend. Kijk, het snijden doet wat volgt. De punt op de plank en snijden met het mes. Dus niet drukken, niet hakken, maar snijden. En nou moeten we opletten, want nu gaat het gebeuren. Dan ga ik nog even 1 keer wat proberen. Misschien dat het wel werkt. Komt dus een stapje dichterbij. Nou, dan krijg je ook niks voor niks. Dan doe ik dat ook niet. Ja, ik wou wat voor niks geven. Maar ja, als u toch niet dichterbij komt, dan bent u niet geïnteresseerd. Want u bent dadelijk zo weg. Let maar op. Kijk, mogelijkheid nummer 1. U kunt mijn mes gebruiken als het. Ziet u wel, daar zijn ze al weg. Hè? Ik wist het wel. Gebruik het mes als een groenteschap. Dankjewel, John. Mes met de punt op de plank, pak ik een kommige winterping. Langs de geleider bewegen, niet drukken, niet duwen. Niet forceren, helemaal niks. Kijk, dit is dun geschaafd, heb ik gelijk of niet? Mooi, hè? Mooi. Mogelijkheid nummer 2. Rode kool snijden, witte kool snijden. Dat was vroeger een probleem. Weet u waarom het zo moeilijk is om dat te snijden, dames? Zal ik u dat maar vertellen? Omdat hij zo hard is. Ja, en dan hadden ze vroeger allemaal een groot mes. En iedereen ging, hallo, opletten. Ja, je was er even niet, ik zag het wel. Nee, je was er niet. Nee. Kijk, rode kool, witte kool. De punt op de plank en dan gaan we snijden. Alle plakken zijn even dik, 1 en dezelfde kooktijd. Nou heb ik nog maar 3 dingen, of eigenlijk nog maar 2. En dat is het snijden van brood, wat ik niet meer heb, dus dat schiet lekker op. Heel speciale kaas. En zeer belangrijk, een uitje snipperen. Waar komt u vandaan, mevrouw? Alsjeblieft. Dat krijgt u bij mij gratis. Dat is alleen maar voor de dames boven de 25 die lekker dichtbij bij de tafel staan. Onder de 25 niet. Ik ga nu snijden schuifkaas. Kent u dat, mevrouw, schuifkaas? Dat is haaks. Dat kennen ze in Den Haag. Ja, dat is zo dun gesneden, dat schuiven die zeikers in Den Haag bij elkaar door de deur naar binnen. Kijk, dat is nou schuifkaas. Ja, en als laatste laat ik u zien, en dat is het mooiste wat er is, het snijden en snipperen van een ui. Nou, daar hadden de mensen vroeger een apparaat voor gekocht. Kent u hem nog? Een ding van de firma Brabantia. Van de firma Moulinex, Lijfheid, u bent uw geld kwijt. Het is een klerending. Hij doet gelijk wat u zegt. Hij hakt een ui, snijdt geen ui, natte troep op de plank. En als u niet oplet, komt de buurvrouw kijken. Die denken dat u aan het verbouwen bent.